Voor patiënten met Parkinson is het heel belangrijk om te proberen positief te blijven. Het is heel gevaarlijk om in een soort negatieve gedachtenspiraal terecht te komen. Sommige patiënten piekeren heel veel over de slechtst mogelijke toekomstscenario's. De prognose, de evolutie van Parkinson is heel verschillend tussen patiënten. Dus het heeft geen zin om te denken dat het per se op de slechtst mogelijke manier gaat evolueren, want het kan ook op een heel gunstige manier evolueren. En door heel erg vast te zitten in een negatief gedachtenpatroon en van 's morgens tot 's avonds, dag in dag uit, aan de meest negatieve aspecten van die ziekte te denken, kunnen mensen in een situatie terechtkomen waar die gedachte aan Parkinson alles gaat beheersen en ze bijna verlamd geraken door die angst voor het slechtst mogelijke toekomstscenario. En door die negatieve gedachten wordt het juist moeilijker om actief te blijven, om veel te blijven bewegen. En dat zorgt er dan waarschijnlijk voor dat de ziekte juist slechter evolueert. Dus een positieve ingesteldheid, dat is natuurlijk makkelijk gezegd opnieuw voor iemand die de ziekte niet heeft, maar een positieve ingesteldheid helpt vrijwel zeker om de ziekte op een tragere manier te doen evolueren. Voor de partners en de familieleden van de patiënten, hen zou ik natuurlijk aanmoedigen om de patiënt zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar ook af en toe eens aan zichzelf te denken. Af en toe eens wat tijd te maken voor zichzelf om de batterijen op te laden. Niet een prooi te vallen aan caregiver burn-out. Het is niet makkelijk om partner te zijn van iemand met een neurodegeneratieve ziekte. Het is belangrijk ook voor de zorgverleners en de partners om af en toe aan zichzelf te denken en voor zichzelf ook goed te zorgen.